Rocky Waka weer een succes. Islam is vrede. En weet jij al wat sukru is? Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Er is de afgelopen dagen een hoop te doen geweest om een nieuwe partydrugs genaamd sukru. Ook via social media wordt men gewaarschuwd om goed op te letten wanneer je uitgaat. Dat wij al enige tijd geconfronteerd raken met een zeg maar relatief nieuwe drugssoort in Suriname. En het gaat om de drugssoort metafetamine. En hier in Suriname staat het bekend als sukru, suiker of molly. En het wordt in kleine hoeveelheden verkocht door de zogenaamde kleine dealers aan drugsgebruikers. Waarom men het waarschijnlijk in Suriname sukru? De eigenlijke naam van de drug is molly. In Suriname is het meer bekend als sukru. Wij gingen op pad en vroegen enkele jongeren wat zij allemaal weten over sukru. Ik weet niet echt wat sukru is, maar ik heb wel berichten gehad via WhatsApp. In dat berichtje stond er dat ik moet oppassen als ik voortaan uitga, want er is een nieuwe drugs, meer bekend als sukru. Ze stoppen het in je drank en de jeugd raakt er heel snel verslaafd aan. Het is een drugs die lijkt op bruine suiker, witte suiker, bastard suiker, ja. Sukru, ik heb gehoord van mijn moeder en van de mensen, dus van de mensen die het hebben gesproken, de ouderen, dat het een nieuwe drugsoort is dat men in je drinken of je eten kan zetten. En als je door het gebruik daarvan worden mensen heel high, je kan een heleboel rare dingen doen waarvan een normaal mens niet te verwachten is. Ja, ik heb het de laatste paar dagen gehoord op het nieuws. Sukru is een soort drugs, het is een partydrugs die men gebruikt om langer te kunnen feesten. En ze gebruiken het ook voor slechte doelen om vrouwen te misbruiken. Sukru wordt in het uitgangsleven ook gebruikt om de spot met anderen te drijven door het in hun drank te doen zonder dat zij daar iets van afweten. Wees dus erg voorzichtig met je drankje. Stel dat je naar het toilet moet, maar je glas is nog niet leeg. Wat doe jij dan? Als ik naar het toilet moest gaan, had ik mijn drankje gelaten. Maar als ik terug van het toilet kom, kocht ik eerder een ander drankje. Want ik weet dan niet wat met dat drankje is gebeurd, want het was de hele tijd daar. Ik zou eerst naar het toilet gaan en dan mijn drinken gaan kopen, want dan weet ik zeker dat ik het nergens achter heb gelaten bij vrienden ofzo. Uit ga ik altijd met mijn ouders en als ik bijvoorbeeld een drank koop, dan is het altijd met mijn ouders. Of ik drink het eerst op en dan ga ik. Maar als het mag zijn dat ik niet met mijn ouders ben of mensen die ik kan vertrouwen, dan drink ik het weer wel helemaal op. Of zo niet, gooi ik hem misschien weg. Als ik uitga, zou ik dan liever mijn drinken op proberen te maken en dan naar het toilet gaan. Of achteraf weggooien. Laat je drankje dus nooit onbeheerd achter. Mevrouw Emmy Hart van Rumas werkt veel met jongeren en maakt in de praktijk het nodige mee als het gaat om drugsgebruik. Ik ben oudjaar op straat geweest en ik zag kinderen heel gek doen, extra gek doen. En het waren geen volwassenen, het waren kinderen. Gemiddeld schat ik ze 15 jaar, 14 jaar. En ik vertelde ook dat er een meisje op een stoel zat, helemaal belabberd. En ik zei, dat kind is niet dronken, maar ik kon niet begrijpen wat er met dat kind was. En toen ik met het kind bezig was, en toen zeiden ze, er is nog een jongen daar. En die lag ook zo half dood in een hoek. En ik dacht, wat is dit? En die ander zei, hij is dronken, hij heeft alcohol gebruikt. Maar ik dacht, het kan, want plezier, alcohol. Maar de volgende dag las ik in de krant dat er een sukru was opgestegen. Dus toen opgedoken. Toen dacht ik, hé, dat is die sukru. Jongeren, ze zijn zo impulsief en doen hun ding, maar ik wil ze vragen om hun verstand te gebruiken. Je bent niet gek. En je gaat naar school, je weet precies wat je doet. Laat je niet beïnvloeden. Wees voorzichtig. Wij hebben een woord in onze training. Wees scherpzinnig. Scherpzinnig, kijk goed, luister goed, voel goed. Want er komt gevaar op je af. En als het al is gebeurd, dan heb je een probleem. Je bent gewaarschuwd. Met drugs maak je geen grappen, dus let goed op. Biggie Broki Waka en de problemen binnen het onderwijs. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Er is de afgelopen dagen weer een hoop te doen geweest op het gebied van onderwijs.
Maar er lijkt nu wel verbetering te komen. Zo hebben de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten een gesprek gehad met vice-president Adin. Hierin zijn zaken besproken die er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de lessen voorlopig weer gewoon doorgaan. Het grootste deel van het schoolvervoer rijdt en vaart sinds vandaag gelukkig ook weer. Nog niet alle chauffeurs konden weer de weg op, maar op de meeste scholen zijn de klassen weer flink gevuld. En dan natuurlijk de minister. Zoals het er nu uitziet, lijkt de kans toch groot dat meneer Penneu aanblijft als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De president gaat er deze week nog een definitieve uitspraak over doen. Voor alles geldt, houd het nieuws in de gaten. Want het kan nog alle kanten op. Gisteren is voor de 15e maal de Biggie Brokkie Wakka georganiseerd. Heb jij ook meegelopen over de Weidenbosbrug? Want tussen de 5800 deelnemers zaten namelijk ook heel veel kinderen. De organisatie is daar heel erg blij mee, want hun doel is om meer jongeren te interesseren voor de atletiek sport. Om die reden wordt ook een speciale run voor kids gehouden, waar dit jaar zo'n 400 kinderen aan hebben meegedaan. En dat niet alleen. Aan de 5 kilometer snelloop deden ook nog eens een heleboel kids tussen de 8 en 12 jaar mee. De organisatie is hier enigszins door verrast, maar vindt het te gek dat er zoveel belangstelling is vanuit de jeugd. Missie geslagen dus. De islam is het op één na grootste geloof in de wereld, met zo'n 1,8 miljard aanhangers. Deze gelovigen noemen we moslims. En voor de meeste van hen is één ding heel erg belangrijk. Islam is vrede en daarom organiseerde de SIV een hele leuke dag voor kinderen. In Suriname leven ongeveer 40.000 moslims. Zij geloven in één God en die heet Allah. Ook de profeet Mohammed is een zeer belangrijke figuur binnen de islam. Uit naam van de islam gebeuren er helaas soms vreselijke dingen zoals aanslagen. Veel moslims balen ervan dat de islam negatief in het nieuws komt, want zelf beleven zij het heel anders. En het is uniek in Suriname dat een moslimorganisatie de vrede toont. We bewijzen hiermee, wat we hiermee doen, geven we zijn naar de wereld toe, de keerzijde van de islam. De islam is niet wat de media bewijst. De islam is vrede. En dat is hier. 90% zijn kind zijn niet moslimskinderen. En dat doet heel goed. De jongerencommissie van de Surinaamse Islamitische Vereniging organiseert jaarlijks een evenement voor kinderen om hun boodschap uit te dragen. Dit jaar is dit evenement niet alleen voor islamitische kinderen, maar voor kinderen met allerlei religieuze achtergronden. Het team van mij wil ook bewijzen dat het anders kan. We hebben dan in plaats van december, want normaliter heel doen het in december, maar december worden alle kinderhuizen uitgenodigd, hebben ze overal te gaan. En juist januari hebben ze weinig of nergens te gaan, dus het team heeft dan bepaald om het dan in januari te houden, de eerste week januari. De reden waarom we voor de afdeling op Kamerwijn hebben gekozen is een uitje voor de kinderen, dat de kinderen over de brug zijn gegaan, dat het gezellig is geworden. Ik zal zeggen, laat de kinderen genieten. En genoten hebben ze zeker. Er was een springkussen, een treintje, een clown. Kortom, er was van alles te beleven. En de kinderen hebben er ook nog iets van geleerd. Het ging over een soort van moslim. En dan zo bidden. En zo ook in een baan en zo ding zingen. Op de vloer zitten en bidden. Je moet rustig blijven in de moskee. En je mag niet klappen. We gingen bidden en die man ging tot ons praten. We mochten niet zo. Applaus, applaus, applaus. En het was ook leuk daar. Het is heel leuk. Om hier gezellig. Dan ga je er even hebben. Hier te brengen. Wil je van je handen achter je rug zetten? In een treintje te gaan. En dan moet je eten en je mag de klant spelen. En popcorn en spike zijn het verdienen. En als een stukje op.
En dit was het voor deze aflevering. Fijn dat je hebt gekeken en slaap lekker voor straks. Goedenavond.